Mooi gedeelte natuurlijk. Drie ringen hebben we erin. Grote zaal. De hele sportschool is 1500 vierkante meter. Twee verdiepingen. Dus ja, we gaan de rest ook nog laten zien. Dit is onze slogan. Dus hier draait het om. Tough is not enough. Dus ja, dat houden we er maar in. Hè. En dan hebben we nog in ieder geval ons eigen logo. Dus ja, het spreekt vanzelf. Hè. Het ziet er allemaal gelikt uit. We hebben in ieder geval boksen, we hebben kickboksen, we hebben MMA en we hebben fitness. We hebben de hele dag delen, het zit helemaal vol met groepen met allemaal hier ook, dus je kan je lol. We hebben nu 1700 leden, dus ja, ik denk dat we bij de grootste scholen van Nederland horen. Of misschien wel de grootste zijn. We lopen nog een stukje verder, toevallig nog een foto van mijn allereerste wedstrijd. Dus dat is wel grappig. Wanneer was dat? 78. 78. Ja. Dus dat was in Dordrecht was dat. Dat was, ja, toen deden we alleen full contact, hè. Dus kickboksen zonder low kicks. En die wedstrijd won ik op knockout. En mijn broertje moest na mij vechten en die won hem ook op knockout. Dus dat was wel een goed begin. Ja. En dat hebben we lekker volgehouden, nog veel knockouts. Dus dat is wel grappig. Hier nog een leuke foto met Branko Cicatic. Dat was echt een beest, een wereldgozer. Echt een waardig kampioen. Eerste K1 kampioen ook trouwens. Dit is met Jean-Marc Tonis de wereldkampioen. Ja goed, de rest spreekt u zelf nog. Allemaal oude dingen van vroeger. Nou, we zijn hier aangekomen op de cardio afdeling. Hier doen we een beetje cardio allemaal. Dus dat is wel grappig ook. Twee zonnebankjes hebben we erbij. Ook lekker. Nou, heel veel oude boxposters van vroeger allemaal. Met Tyson en whatever allemaal. Met Lewis. Helemaal geweldig dit. De kaartjes zitten er ook nog bij de posters. Dus dat is wel grappig. Hier hebben we Leo Snow, mijn oude maatje, helaas overleden, maar die heeft in ieder geval een prominente plaats in de school. Zijn zoon traint hier ook nog vaak genoeg, okay. Dus dat is ook leuk. Hier nog wat van Mohammed Ali, dat hoort er ook allemaal bij. Nou, hier is het kantoor. Nou, het kantoortje. Nou, ik speel altijd de baas, maar mijn vrouw is de baas. Linda, laat je even zien. Jij bent de baas en ik speel de baas. Nou ja, goed, hier al het administratieve werk. Is lekker zo. Ik heb mijn eigen kleedruimte hier ook. Ik heb mijn eigen douche hier ook. Dus dat is wel grappig. Leuk camerabeveiliging hebben we natuurlijk in het hele pand. Nog wat diplomaatjes achterin hangen, die allemaal leuk zijn natuurlijk. Ja, die oude bekertjes van vroeger nog. Ik heb er hele bergen van liggen. Ik heb 68 wedstrijden gedaan. Dus ja, toch aardig wat mee getimmerd in de weg. En een hoop op KO gewonnen? 43, dus dat is lekker. Ja. Nou, gaan we een stukje naar beneden. We gaan een trapje af. Ik zal even de dingen laten zien, de massageruimte. Daar beginnen we dan mee. We hebben tegenwoordig ook pedicure. Dus we doen ook pedicure doen we erbij. En lekker voor te knieën. Ik heb een vriend hier, verzorger van Excelsior, Toon IJsseldoorn. Dus die is lekker aan het knieën hier, voor die jongens. Die man is gepensioneerd, dus die is een beetje voor liefde oud papier bezig hier. Dat is wel leuk. Nou goed, dit is de ingang van de fitness. We hebben alles van Panatta. Dat is een goed merk. Dus iedereen is er blij mee ook. Nog een beetje van die oude dingen nog van vroeger. Ja goed, ik heb nog zoveel leggen en ik moet nog eens een keer lijsten wijn gaan kopen, want ik heb stapels spullen leggen nog om op te hangen. Echt heel veel zelfs. Nou goed, dit is in ieder geval de hele fitnesszaal. We hebben alles voor zwaar trainen, voor licht trainen, voor dames, voor mannen. Je kan het zo gek niet opnoemen hier. Hier daarnaast is de MMA-zaal. Hier ook nog een leuke foto tegen Peter Aerts. Nou, ik heb een apart team hier voor MMA-training. Ali Amir en Stefan Lems, die zijn de hoofdtrainers hier zo. Dus die nemen dit allemaal voor hun rekening.
Ik heb voor boksen aparte trainers. Ik heb voor het kickboksen natuurlijk aparte trainers. Winston Martens heb ik. Ik heb Mo ATF Hero. En mezelf dan. Dus, en de rest allemaal hulpies. Wedstrijdjongens die de jeugd ook meehelpen. Het is allemaal liefde aan papier, maar iedereen doet het graag. Dus dat is leuk. Dus ja, dus dit is het domein van de MMA-jongens. We hebben voor een leuk decoratiehekje neergezet. Dat er toch een beetje wat met MMA te maken heeft. Nou ja, we hebben alles gedacht. Mooie spiegels, kunnen ze een beetje naar de eigen kijken. Als ze er zin in hebben. Ik heb nog 3 keer in de week heb ik een conditietraining. Heb ik hier zo. Heb ik een speciale jongen voor aangenomen. En die heeft dit allemaal een beetje nodig. Dus ja, die werken, heel circuit werken die af. Dus de hele zaal staat vol spullen. En het is allemaal circuittraining, allemaal interval. Dus nou, ze hebben er allemaal baat bij. De wedstrijdvechters doen ook mee, dus ze hebben er allemaal baat bij. Nou, en nog Fightstar TV, hè? Dat hoort er ook bij, hè? Het is trouwens een oude parkeergarage geweest hier zo. Van de Opel. Dus alle nieuwe auto's van de Opels, die werden in de kelder. Hier boven en op dak werden die al naar binnen gereden allemaal. Dus op elke etage hebben we een autolift. Dus die zijn weggewerkt. Dus het was helemaal niks. Het is gelukkig wat geworden. Nou, dit is een leuke foto. Santo Domingo vroeger, in mijn begintijd. Was lachen. Training hier op het dak van het hotel. Grappig. Dus ja, ik denk dat het een leuk schooltje is. We doen leuk mee. We hebben leuke vechters. We hebben wat A-klasses. We hebben wat B-klasses. We hebben heel veel nieuwelingen. Heel veel jeugd. Heel veel meiden hebben trainen. Ik heb 2 hele goede dames die het heel ver gaan schoppen dadelijk. Dat is Daisy Breinburg en Deborah Dubli. Dat worden echt absolute toppers. Ik heb Sam Tevet, die is A-klasse geworden. Ik heb Arnoudje Bemond, die gaat dadelijk B-klasse worden. Kenneth Suzanne, die gaat ook B-klasse worden. En heel veel, ja. Ik denk dat ik een 30-tal vechters heb voor in de ring. Dus dat is leuk. Nou, dit was in ieder geval mijn sportschool. Als jullie in Rotterdam zijn, kom altijd vrijblijvend een lesje doen. Elke proefles is altijd gratis. En vind je het leuk om te blijven, dan kom je inschrijven. Top, tot ziens.